Hallo bewoners van de Gamesnet en welkom bij deze nieuwe Skyblock. Hier staan we op mijn Skyblock eilandje en ik ben helemaal groen, want ik heb mijn Mindtopia roleplay livestream skinnetje aan hier zo. En Ture is er vandaag niet bij, dus ik wil Ture gaan verrassen, maar wie zijn al deze mensen hier op mijn eiland opeens? Een zwart persoon hier zo en daar is iemand en daar is iemand. Dit zijn vier mensen die ook Skyblock spelen hier volgens mij toch? Allemaal. Yeah. En... ja. Yeah. Ja, ik wil eigenlijk nu iets gaan maken, want we hebben hier nu dus een klein huisje, een heel klein huisje. Het eerste wat je in Skyblock doet is normaal gewoon eigenlijk een cobblestone generator maken en dat soort dingen. Maar ik wil nu eigenlijk een tof iets maken voor Tuur. Dus misschien kunnen wij dit huis een beetje groter maken of zo, en dat we ook een kamer voor Tuur kunnen maken. Is dat leuk? Zeker. Het lijkt me leuk als jullie dat bijvoorbeeld eventjes doen. En dan ga ik met die cobblestone generator aan de gang. En dan kijk ik zo meteen hoe ver jullie zijn. Dus misschien is het leuk als jullie dat hier links aan vastmaken of zo. Is dat leuk? Ja hoor, is goed. Oké, nou, lijkt me tof als jullie dat eventjes doen of zo. En dan ga ik eventjes hiermee aan de gang. En jullie kunnen allemaal vliegen gewoon. Of kan iedereen vliegen? Alleen jij, of niet? Ik niet. Oh, je kunt niet vliegen. Ik ga in ieder geval eventjes hier aan de gang. En ik ben heel benieuwd dus hoe het er zo meteen uit gaat zien. Ik heb nog helemaal geen resource. Ik heb nog helemaal niks naar de noppes. Oké, die boom hier. Die laten we gewoon even staan. Deze boom kunnen we wel hakken. En we hebben trouwens een paardje. En ik moet goed oppassen dat die er niet af gaat. Ik ben heel benieuwd. Hebben jullie genoeg spulletjes om het eiland een beetje groter te maken? Om daarmee dus het huis ook groter te maken? Maar... oké. Wil je het, zeg maar, net zoals hieronder, een ander apart eilandje, dat er een brug naartoe komt of zo bijvoorbeeld? Dat is ook wel lachen. Dat je even een soort van hangbruggetje of zo ertussen doet, of iets van een brug, en daarna pas een vliegend eilandje hebt. Dat is ook wel leuk. Ja, we hebben niet heel veel tijd, dus je kan het even proberen om heel snel een bruggetje te maken. Hoeft niet heel mooi te zijn, een bruggetje. Eilandje hoeft ook niet mooi te zijn, maar dan een leuk, klein, heel klein huisje erop, dat er een bedje in past. Dat is wel leuk. En dan zal Tuur de volgende keer waarschijnlijk wel heel erg blij mee zijn. Oké, ik ga snel even deze boom hakken. Dan kan ik snel wat spulletjes maken. Want ja, Skyblock, ik heb het al lang niet meer gedaan. Is er ook een questboekje hier of zo in deze server of niet? Of misschien een quest command? Nee. Dat je dingen moet doen? Niet dat ik weet inderdaad. Oh, het is meestal wel leuk als er echt gewoon opdrachten zijn die je moet doen om XP te behalen of geld te behalen of zo. Want ik zie balans. Ik heb nu 60k. Dat is natuurlijk niet zo heel erg veel volgens mij. Of wel? 60k. Nee, volgens mij ook niet. Ja, oh, is dat veel? Volgens mij, ja, best wel, want ik heb maar 7,5. Wat? Oké, ik dacht dat jij heel goed was en heel rijk was en zo, maar ik heb dus veel meer. Oké, nou, ik ben in ieder geval benieuwd naar de kijkers wie ze allemaal de volgende keer willen zien met eiland. Tuur zal waarschijnlijk wel weer een keer meedoen, maar misschien een Niraj. Ik weet het niet. Het zou allemaal leuk zijn. Waarom hak ik dit allemaal niet? Het werkt niet. Ik wil dit allemaal hakken, dit houtdingetje, maar ik kan hem niet hakken. Ik kan hem hakken. Het werkt gewoon niet. Hé, hey, nou wel. Oké, lukt het daar een beetje? Oh, jullie gaan gewoon een bruggetje van zand maken of zo. Of wat is het plan eigenlijk? Nee, eerst een beetje de ronding van het eiland en dan... Oh, je maakt het echt gewoon supergoed. Echt supermooi. Ja? Dit dingetje wil ik weghakken, maar dat lukt me niet. En ik heb ook geen saplings. Nou ja. Huh? Oh my god, mag ik die lenen? Of wat? Nou, hebben. Hier. Hebben? Oh, ik kan vliegen! Ik kan vliegen! Oh my god! Nou ja, ik ga niet vliegen hier op het eiland. Vind ik een beetje leem, maar dankjewel. Ja, het is wat chill als je een sapling ergens daar plaatst of zo. Kunnen we misschien heel makkelijk weer dingen erbij doen. Ik ga dit wel even weghalen hier zo. Deze verhoging. Dat alles een beetje vlakker wordt. Hoppakee. En dan gaan we een supermooi eilandje maken. Wat? Ik kan niet plaatsen. Huh? Hoezo kunnen jullie niet plaatsen? Ik kan wel plaatsen. Ik kan wel plaatsen. Oké, en jij niet? Kan je nergens iets plaatsen? Kan je wel blokken plaatsen of niet? Too fame for you. Ook niet. Oké, misschien moet ik dan slash co-op nog een keertje typen. Oh, en dan too fame for you. En misschien moet je dan nog accepteren en dat je dan wel iets kan doen. Ja, nu wel. Nou, deze verhoging ga ik eventjes lager maken. Alleen staat die kist er nog op met alle spullen. Dat is een beetje naar. Maar dat maakt niet zoveel uit. Oké, die laat ik dan lekker zo staan. En dan ga ik een cobblestone generator maken. En ik ben heel benieuwd of ik dat nog kan. En jullie mogen me wel waarschuwen of ik het goed of fout doe zo meteen trouwens. Maar eerst gaan we eventjes kijken hoe het met dit gaat. Kijk, er wordt gewoon een soort van apart eilandje hier zo naast gemaakt. Super tof. En daar wordt Tuur straks mee verrast. Dat is wel heel leuk. Kijken jullie trouwens ook allemaal Mindtopia roleplay of niet? Die livestreams. Want ik ben er nou heel erg... Alleen afleveringen wat minder.
Ah, de aflevering wat minder. Ja, want die zouden normaal op deze dag komen, op zaterdag. Maar die komen voortaan op dinsdag. Dus, ja, voor mensen die het nog niet wisten. Ik ben hier allemaal aan het hakken, maar er gaat maar niks weg. Het lijkt nog steeds een klein beetje, merk ik. Misschien moet ik gewoon hier helpen. Hebben jullie genoeg zand en hout of dat soort dingen? Want ik heb anders ook nog wel wat. Ja hoor. Oh, dit werkt wel heel goed. Oké, nou, dit werkt het wel goed. Super chill, super chill, super chill. En nu hebben we nog een pickaxe nodig om snel deze rotsel hier nog weg te hakken. Dan kunnen we het hier ook nog helemaal netjes maken. Heb je ook een pickaxe? Oh my god, ik word hier gewoon super verwend. Ah, super chill. Ah, oh, hier kunnen we zoveel mee. We zijn echt nou al ver aan het lopen. Hoppakee. Dit gaat hard zo. Wat voor efficiëntie staat erop? Hier staat efficiëntie 4 op, denk ik zo, toch? Ja. Ik heb eentje met 5, een breaking 3 en fortune 1 als je wil. Damn, nee, dit is al goed genoeg hoor. Hier kan ik wel goed mee vooruit. De rest ga ik allemaal zelf wel verzamelen. Ik ga deze resources ook nog eventjes meenemen. Zitten er nog meer resources in dit eiland? Volgens mij wel, toch? Helemaal onderin ook nog en zo. Oké, chill. Ik heb nu in ieder geval al superveel spullen. En dan ga ik hier denk ik de cobblestone... Oh my god, de cobblestone generator maken. Heb ik zand? Ik heb zand. Lekker, kan ik dit even dichtmaken. Hop. En dit hier ook nog zo. Lukt het een beetje daar zo? Ik kom even kijken. Yeah, oké, dit ziet er al echt gewoon al heel nice uit. Maak echt maar een heel klein huisje, dat het bedje er net in past. Dat zou ik wel leuk vinden voor Tuurtje. Vindt hij niet leuk als ik Tuurtje zeg, dus gaan we gewoon eventjes doen. Heel klein moet hij zijn. Ja. En dan ben ik heel benieuwd hoe het hier zo meteen uitziet. Hebben wij wol voor een huis? Of voor een bed bedoel ik? Ik heb hier zo geen wol, maar misschien kan ik wel wol kopen, toch? In slash shop, of hoe werkt dat? Ja, slash shop. En dan kan ik hier ergens wol kopen bij Farming and Mobs. Colored Blocks, dat is deze. En dan kiezen we gewoon deze 2 stuks. Dankjewel. 1, 2. Oké, nou, even kijken. Dan ga ik hier van wat klei, denk ik, wat leuke dingen maken. Ja, dit is best wel pittig. Zo. En dan moet er eentje omlaag. Oh my god, ik weet het echt niet meer. Zoiets. En dan moet je hier hakken. Maar waar moet lava en waar moet ijs? Ik gok dat lava kort is en de ijs lang. Zo, denk ik. En dan moet het gat daar. Daar. Ja, dit moet hem zijn, toch? Denk ik wel. Oké, ijs kapot maken. Oké, we gaan eens even kijken. Nee! Er ging mijn lava! Joh, ik dacht dat je zo goed hierin was. Maar nee, ga maar weer snel verder met het eilandje. Ja. En dan ga ik nu kijken. Gaat het nu lukken? Ik ben benieuwd en... Ja, alsjeblieft. Ja. Het doet niks. Hallo? Ja! Hoppakee! Wow, dat duurde lang, maar het is gelukt hoor. Het is gelukt. Zal ik ook vast een bedje maken voor Tuur? Dan kunnen we die ook alvast plaatsen zometeen. En dan komt het helemaal goed. Dan krijgt Tuur een heel leuk bedje. Hoppakee. En dan hoop ik dat hij daar straks blij mee is. Als hij een keertje online komt weer zo. En dan ga ik er een leuk bordje bij zetten. Hoppakee. Die heb ik klaar. En dan heb ik hier een bordje. Daar ga ik ook eventjes erbij zetten. En dan heb ik ook nog leuke spulletjes voor een vloer. Alright. Het huisje is bijna af. Alles is bijna klaar. Oeh, het is ook nog een best groot huis geworden. Oké, daar zal Tuur wel blij mee zijn. Dan ga ik het bed gewoon denk ik even... gewoon hier zo tegen de muur zetten. En dan plaats ik er een bordje voor. En dit doe ik voor het huis hier zo. Slaap, kindje. Slaap. Zo. Speciaal. Vindt hij niet leuk wat ik nou ga doen hoor. Voor Tuurtje. Ja. Ik mag geen Tuurtje noemen, want dan wordt hij boos. Zo, hoppakee. En het wordt donker, dus het is zometeen ook tijd om te slapen. En ik vind het huis mooi. Maar maak hem nog maar gewoon lekker af. En dan zien we denk ik de volgende aflevering hoe dat hieruit ziet als het af is. En dan moeten we echt heel veel torntjes hier plaatsen, want het wordt hier pikkie donker. Maar ik heb hier een torntje die ik gelukkig bij... Wat is dit nou? Dit is echt kunst wat hier is gemaakt. Anders valt de lava in. Oké. Nou ja, het ziet er niet uit. Maar dat maakt niet uit. Dat maken we allemaal nog wel een keertje mooi. De volgende aflevering is het vast en zeker mooi. Deze aflevering was misschien een beetje een puinhoop. Maar dat maakt niet uit. Want de volgende aflevering wordt vast en zeker wel weer super tof. Oké. Dat is heel erg handig dat je daar ook obsidian doet. Want deze pickaxe is natuurlijk vet OP.
Ik hoop dat ik heel snel diamonds heb. Ik heb er nu pas één. En we gaan het zien, jongens. Ik hoef geen spullen van iemand te krijgen. Ik ga het gewoon allemaal zelf doen met een leuk groepje. En dan gaan we het allemaal zien. En elke keer als er een nieuwe invite bij komt, of een nieuwe YouTuber of wie dan ook meedoet, Dan krijgen ze allemaal een nieuw huisje. En dan gaan we denk ik allemaal dit huisje namaken. En dan zien we straks om dit hoofdhuis, om dit grote huis straks, Allemaal van die kleine huisjes heen. En dan wil ik nog heel graag van jullie weten wat jullie hier heel graag willen zien. Misschien een paardenstal, misschien een zwembad, misschien weet ik veel wat. Laat het allemaal weten in de reacties. Laat een like achter. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer maar weer.